Ja, collectieve verontwaardiging. Dat is wat er aan de hand is een beetje. En ik heb daar eigenlijk een enorme hekel aan. Aan die met z'n allen zogenaamd boos zijn op iets en politiek correct en Ajax deugt niet en Amsterdam deugt niet vanwege dat er 12.000 man stonden buiten die arena en die stonden er te juichen. Luister, ik ben natuurlijk een voorstander van hou je aan de coronamaatregelen, dat weten jullie, dat is bekend. Maar er zijn ook omstandigheden, vrienden, dat we af en toe een beetje dit moeten doen, hè? Ja. Soms is dat even nodig in het leven, hè? Zo zit het in elkaar. Want het is gewoon een oerkracht in de mens. Dat als een club kampioen wordt of er moet enorm feest worden gevierd, dan zijn mensen niet meer te houden. Dan gaan mensen dat gewoon doen. En dat heeft niks te maken met Amsterdam en met Ajax en ook niet met Nederland, nee. Want wat denk je dat er in Milaan is gebeurd dan? Ja, daar hebben al die Italianen en iedereen in Milaan heb gezegd, oh alsjeblieft als interkampioen het blijft thuis. Nou, hey, het hele Domplein in Milaan stond stampuntvol. Ja, dat is de oerkracht in de mens. Dat is niet tegen te houden. Zo simpel is het. Niet zo lang geleden hebben we het gezien in Leeuwarden. Hup, 2000 man stonden daar. Ja, allemaal te juichen en te springen. Ook spelers, die kwamen ook allemaal met schalen en weet ik veel. En de boel een beetje opjuinen. Dat gebeurt dan gewoon. En dan moet je gewoon even dat doen. En daar hebben we niemand over gehoord, hè? Over Cambuur. Nee, dat was doodstil. Maar nu tuimelt iedereen over Ajax en Amsterdam heen. Nou, hou even op, zeg. Dat vind ik nou zo verschrikkelijk niks. Want wat had Amsterdam dan moeten doen? En wat had Ajax moeten doen? Want je kunt wel het Leidseplein helemaal afsluiten. En het Rembrandtsplein helemaal dichtgooien. En de arena gooi je helemaal dicht. Dan vinden ze allicht nog een plek om dat feestje te vieren. Dan gaan ze, weet ik veel, naar het geboortehuis van Johan Cruijff in Betondorp. En dan staan ze daar met 12.000 man. En dan? Daar is geen kruid tegen gewassen gewoon. Daar is gewoon niks aan te doen. En dan heb je gewoon maar even af en toe zo te doen. Want wat denk je wat er gebeurt vrijdagavond als de Graafschap toevallig promoveert? Denk je dat Doetinchem thuis blijft? Hoe kom je daar nou bij? Die gaan ook met z'n allen de Graafschap en feest vieren. En gaan we ons daar dan weer allemaal politiek correct over uitspreken? Vrienden, alsjeblieft, wees blij dat dit zich afspeelde in Amsterdam. Er waren er maar 12.000. Stel je voor dat Feyenoord kampioen was geworden. Dan was heel Rotterdam één grote mensenmassa geweest. Dus vrienden, heel af en toe in het leven